Na mijn diensttijd had ik ook een betrekking als assistent toneelmeester. In het mooiste theater van Nederland natuurlijk, hier Liefkamp en Os. Ja. En daar was ik wel happy, moet ik zeggen. Dat was wel mijn wereld. Ik dacht, ja, hier wil ik zijn. Dit is waar ik voor geboren ben. Ik was heel veel in Duitsland aan het werk. Daar deden we echt prachtige projecten. Dat werd opgeschort. Onze opera, De Bende van Os, die ik een opdracht voor de Stichting Theaterstof schrijf, opgeschort, wordt vooruitgeschoven. Dus het viel echt stil. En met mij gebeurde precies hetzelfde. En verder dacht ik, ik ben op mezelf aangewezen. Hoe ga ik met de toekomst om? Wat gebeurt er als die mooie wereld van de culturele werkzaamheden en het werken met mensen niet meer los gaat komen, of dat het nog heel lang duurt? In de Vibe podcast hebben we iedere week een aflevering met een opvallend persoon. Wil jij ook opvallen en een verschil maken met jouw bedrijf? Ga dan naar vibemedia.nl en kijk wat wij voor jou kunnen betekenen. Vibe Media, create a brand new day. Nou, Peter, pap, ja, vader en zoon. Dus ik moet even kijken hoe ik het ga formuleren. Misschien pap, misschien Peter. Welkom. Leraar, presentator, regisseur en nu coach. Dat zijn verschillende dingen. Volgens mij heb je nog wel meerdere dingen. Kan je aan dat lijstje toevoegen. En het zijn toch wel... Het zijn diverse onderwerpen. Maar wel met eenzelfde soort basis. Om het zo even te zeggen. Ja, zoon. Marnix. Presentator. Ja. Hè? Ik denk inderdaad dat er parallellen zijn in de professies die ik gehad heb. En ook verschillen. De theorie die ik er zelf wel eens over losgelaten heb in mijn hoofd is van, ben je nou generalist of ben je specialist? Met andere woorden, pak je alles aan of ga je echt toespitsen op één van de facetten? Het onderwijs ooit ingerold, daar begon mijn werkzame leven. Nadat ik de dienstplicht vervuld had. En eigenlijk was dat, als ik daarop terugkijk, is dat een keuze geweest op basis van zekerheid. Hè, ook opa en oma natuurlijk, hè, mijn ouders. Van joh, haal een diploma en ga in een loondienstbetrekking. En dat is de reden dat ik uiteindelijk in het onderwijs, terecht ben gekomen. Met veel plezier gewerkt, eerlijk is eerlijk. Alleen het instituut onderwijs, een schoolgebouw, was voor mij te klein. Ik had daar een opgesloten gevoel en ik dacht, oké, als dit de wereld is waarin ik werkzaam ben en blijf een leven lang, nou, dan word ik daar persoonlijk niet gelukkig van. Nee. En ik vond het werken met kinderen hartstikke leuk. Zeker de vakken, drama en muziek, daar heb ik ontzettend van genoten ook, om daarin bij te dragen, in dat stukje ontwikkeling van jonge kinderen en jongvolwassenen. En of ze nou 4 zijn, 14, 24, 34, daar maakt mij niks uit. Het zijn voor mij mensen waar ik in een bepaald proces, een bepaalde tijd van hun leven mee mag werken. En dat vind ik boeiend, dat vind ik interessant. Ik vind mensen sowieso interessant. Het is wel zo geweest altijd dat van jongs af aan, van kindsbeen af aan, ben ik bezig geweest met theater. Ja. Samen met mijn broer organiseerden wij circussen. Wij waren altijd aan het toneel spelen, muziek maken. Altijd. Van jongs af aan. Met een tennisracket als gitaar. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Ja. Of wij stonden op de plank. En onze ouders vonden dat ook altijd zeer vermakelijk en leuk. En we zongen samen. En dan moesten we met regelmaat ook voor de familie natuurlijk wat mini-optredens verzorgen. Nou, dat deden we met verven en met liefde en plezier. En van wie moest dat dan? Dat werd wel gewaardeerd. Onze ouders genoten daar ook van. Ja. Dus een tweeling die tussen de schuifdeuren staat en een liedje zingt of voordraagt. Dat was natuurlijk fantastisch. Hè? Onze ouders waren er ook erg trots op. Dus dat is leuk. Dus dat bleef er altijd in zitten. Toen ik naar de beroepsopleiding of voor een beroepsopleiding koos, na mijn diensttijd. Voor mijn diensttijd natuurlijk. Toen is er wel sprake van geweest van, oké, wat wil ik nou werkelijk? Wat wil ik? Nou, nogmaals gezegd, vanuit een stukje veiligheid, een stukje zekerheid gekozen voor een opleiding als onderwijsgevende.
En daar zit nog een hoofdstuk voor, want ik wilde eigenlijk sportleraar worden. Sport was mijn ding. Ik heb gevoetbald, getennist, gehockeyd, geturnd, gezwommen. Altijd bezig met sport. En dat was mijn ding. En dat is niet geworden. Dus ik ben in het basisonderwijs terechtgekomen. Daarna in het voortgezet speciaal onderwijs. Ook nog een professie als vakdocent muziek in het basisonderwijs. Nou ja, toen ik uit dienst kwam, is er nog wel even sprake van geweest. Oké, nou ben ik klaar met de vervulling van de dienstplicht. Wat ga ik nu doen? Ja, juist. Ga ik nu echt dat onderwijs in? Of ga ik nog naar het conservatorium? Ga ik toch nog naar de toneelschool? Wat ga ik doen? Dat waren echt afwegingen. Omdat het voor mij nog niet compleet en klaar voelde. En misschien is dat een mensenleven lang dat het niet compleet en klaar is. Dat weet ik niet. Nee. Toen ben ik ook nog gaan werken in een muziekzaak. En muziek was echt ook mijn ding. Ik vond het fantastisch om daarmee bezig te zijn. En het is toch niet gebeurd. Ik op een gegeven moment toch in het onderwijs gerold. En dat heb ik heel lang gedaan. Waarvan de laatste jaren echt part-time. Omdat ik toen begon met mijn eigen bedrijf. Hmm. Ik werd gevraagd om te presenteren en om rolletjes te spelen en in een commercial op televisie. En nou ja, goed, dat heb ik allemaal gedaan. En ik voelde dat dat mijn wereld was. Na mijn diensttijd had ik ook een betrekking als assistent toneelmeester. In het mooiste theater van Nederland natuurlijk, hier Liefkamp en Os. Ja. En daar was ik wel happy, moet ik zeggen. Dat was wel mijn wereld. Ik dacht, ja, hier... Hier wil ik zijn. Dit is waar ik voor geboren ben. Ook altijd wel weer blij als ik buiten was. Zeker hè, met voorstellingen. Je zit altijd in het donker. Hè, en, natuurlijk met prachtig theaterlicht en prachtige decors, et cetera. Hartstikke mooi hè, om die wereld daar te creëren, te scheppen. Maar ik was ook wel blij dat ik buiten was altijd weer. Ja, ik ben ook wel een buitenmens. Ja. Nou ja, goed, ik zei al, ik werd gevraagd voor rolletjes voor het een en ander. En ik ben het vak eigenlijk ingerold. Heel veel gespeeld, ontzettend veel gespeeld. Heel veel educatieve voorstellingen gemaakt. Onder andere voor het museumwezen. Getoerd samen met Rondbons voor Veilig Verkeer in Nederland. Ja, je kunt zo gek niet bedenken. Of wij hebben door Nederland gereden. En dat was echt een toptijd. En binnen die wereld, ja, omdat ik de ervaring had in het theater, achter de schermen, de ervaring in het theater voor de schermen, ben ik nog de vooropleiding voor docent drama gedaan. Afijn, heel veel gedaan, heel veel tot me genomen. Juist. En van lieverlee ben ik veel meer gaan regisseren en schrijven. En schrijven, dat zat er als kind ook al in. Ik schreef in mijn middelbare schooltijd toch de betere opstellen. Dat klinkt een beetje arrogant, maar... De opstellen waar de leraar toch wel van... Nou. Ja, er was een juffrouw ooit die schreef, middelbare school... Is dit eigentaal of boekentaal? Zo met andere woorden, heb je dit echt zelf verzonnen of heb je het overgeschreven? Nee, juffrouw, dat heb ik echt zelf verzonnen. Dus daar zat ook een stukje talent, hè? Een gave zou je kunnen zeggen. En die combinatie van dat schrijven en regisseren, ja, daar ben ik echt wel heel happy mee. Dat is zoiets moois. Ik vind het sluit ook op elkaar aan natuurlijk. Nou ja, het heeft met elkaar te maken. Als regisseur heb je ook soms te maken met scripts, hè, heilige bidboeken van anderen. En dan wordt er gezegd, nou, dit is het script. En dan heb je een rolverdeling, en of het nou toneel is of musical, whatever, opera. En dan worden de rollen verdeeld en dan mag je die gaan inkleuren. De spelers mogen hun rollen gaan inkleuren. Dus regisseur heb je zeggenschap over... Het totaalbeeld, maar ook over de bijdrage van de spelers. En het is een soort... schrijven, regisseren zijn voor mij... Ja, dat is echt in mijn element zijn. Dan broedt het in mij als ik een opdracht krijg voor een musical of voor een... Dan krijg je al gelijk ideeën, denk ik. Ja, vaak wel. Vaak wel. Ja. Zo werkt het wel. Dus het gaat meteen leven in mijn hoofd en in mijn lijf. En dan komt er een periode dat ik heel rusteloos word. Dan word ik misschien zelfs kribbig. Maar dat herken jij natuurlijk niet. Nee. Maar dan betekent, dan moet er iets uit. Die scheppingsdrang die groeit en groeit. En die ideeën beginnen vorm te krijgen. Maar dan wordt het heel druk in mijn hoofd. En daarmee in mijn lijf. Dus daarom blijf ik nog steeds sporten. Heerlijk om de beweging te hebben, de vrijheid te ervaren. Golven. Heel veel golven.
Als de tijd voorradig is. Maar nou goed, hè, dankzij, helaas dankzij de pandemie, heb ik binnen de wereld van cultuur natuurlijk meer tijd gekregen. Mm. Helaas. En die heb ik dan inderdaad, wat je zegt, die vul ik wel op met... Een balletje slaan. Nou ja, ook, maar vooral ook een balletje trainen. Ik ben echt heel veel aan het trainen. Met regelmaat een les en heel trainen. Ik wil, dat is ook een soort drang die er zit, gewoon beter worden. En, ja, maar, en ik geniet er ook van. Hè? Dat ken ik op zich ook wel. Dat heb ik ook. Ja, dat weet ik wel. Ja, zieke drevenheid heeft u niet van vreemden, denk ik, meneer de presentator. Nee. Passie. Nee. Maar dan toch even, want dan begin je als onderwijzer. Mm-hmm. Nou, eigenlijk uit het idee zekerheid, diploma, baan. Dan groei je uiteindelijk uit tot naar de theaterwereld. Nou, we hebben net, om het even samen te vatten, dan ga je schrijven. Je hebt ook geschreven, maar nou, schrijven, regisseren. Jarenlang gedaan, mm-hmm. wat je ook zei. Getoerd, een portfolio opgebouwd om echt trots op te zijn. En dan komt er eigenlijk de man met de hamer, om het zo even te zeggen. En die slaat je knock-out. En die man met de hamer heet het coronavirus. Ja. Dan sla je eigenlijk in een bepaald overlevingsinstinct. Van mm-hmm. ja, wat moet ik nou? En dan word je... Ja, dan heb je de keuze, ik ga coachen. En dan... welke motivatie? Want er zijn al best wel wat coaches. Mm-hmm. Barst in Nederland van de coaches. Ja, lifestyle coaches, fitness coaches, business coaches. Zichzelf uitgevonden coaches. Coaches op basis van... hoe zeg je dat? Levenservaring, ervaringsdeskundige coaches zijn er, dat klopt. Ja, dat klopt. Je doet, wij kunnen onszelf ook coaches noemen als het aankomt op creatieve aspecten. Ja. Dus ze schieten bijna echt als onkruid uit de grond, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Niet negatief bedoeld. Wat is dan toch de reden dat je denkt van, dit ga ik doen? Ja. Is dat dan omdat je denkt, dit kan ik beter? Of ik heb een bepaalde doelgroep die ik heel goed kan begeleiden met mijn kwaliteit als in schrijven, mm-hmm. Iemand het in laten kleuren, het regisseren van iemands doel, om het zo maar te zeggen. In het begin van ons gesprek gaf ik al aan dat er ook parallellen zijn in deze professies. Hè? Of het nou onderwijzer, leraar, onderwijsgevende is, regisseur, tekstschrijver en coach. Maar laat ik beginnen met terug te gaan naar een jaar geleden. Toen de wereld opgeschrikt werd door, inderdaad, het klinkt heel mooi corona, het klinkt bijna exotisch. Mm-hmm. Maar dat is het verre van. Dus toen de wereld werd opgeschrikt door deze pandemie, die meer slachtoffers maakt dan de mensen die ziek worden. Hè? Maar vooropgesteld is dat natuurlijk het ergste. Gezondheid is het grootste goed wat je als mens kunt hebben en kunt omarmen. En zuinig zijn op jezelf. Maar de wereld werd opgeschrikt en de wereld viel stil. Ja. Nou, jij weet ook dat de werkzaamheden, refereer al aan, in de theaters ook bevroren werden. Ik was heel veel in Duitsland aan het werk, daar deden we echt prachtige projecten. Dat werd opgeschort. Onze opera, De Bende van Oost, die ik een opdracht voor de Stichting Theaterstof schrijf, opgeschort, wordt vooruitgeschoven. Dus het viel echt stil. En met mij gebeurde precies hetzelfde. Mijn wereld stortte in, de wereld waar ik graag in bewoog en was. Die wil ook stil. En ik moest in die periode een musical afronden voor Veldhoven. En ik viel letterlijk stil. Ik dacht, er vloeide niets meer uit mijn pen. Ik kwam niet tot daadkracht, omdat ik me gewoon oprecht zorgen maakte. Ik dacht, wat gebeurt hier? Werkzaamheden verdampten, droogden op, werden uitgesteld. Alles, nou ja, nogmaals gezegd, mijn wereld viel stil. Ik ook. En toen dacht ik, nou kan ik een paar dingen doen. Als een bezetene, misschien wel grenzend aan paniek. Kijk, wat moet ik helpen? Weet je, dat zou ik kunnen gaan doen. Hmm. Ja, zo zit ik niet in elkaar. Misschien in mijn hoofd soms wel, maar een associatief brein is dan ook fijn om... Ja, om gewoon te denken en gewoon te laten stromen. En daar heb ik uiteindelijk echt bewust voor gekozen. Van, oké, dit is het. Ik krijg niks uit mijn pen. Laat ik dit maar voor dit moment eens accepteren. En eens even vanuit de rust en vanuit de stilte maar eens gaan ervaren wat het is. En het enige wat je op zo'n moment dan hebt, dat is de wereld om je heen die stil is.
en mezelf. Ja. En toen ben ik echt dankbaar gebruik gaan maken van, hè, jij weet dat ik graag hardloop ook, dus ik ben met regelmaat gaan lopen. Ik heb een balletje geslagen, tot overmaat van ramp gingen de golfbanen ook dicht. Maar bij ons in de buurt, de Stijlt, is natuurlijk een fantastische ruimte. Ja, daar liggen drie veldjes. Nou, leven de creativiteit. Grote vriend van mij, Aartje, had vlaggetjes gemaakt. En wij hebben gewoon over die drie velden onze eigen golfbaan uitgezet. Nou, dat was super. Dus we konden daar trainen. We konden daar echt een wedstrijdje, een matchplaytje houden. Het was fantastisch. En ik genoot ervan. En godzijdank was het mooi weer. Wij begonnen met een fantastisch voorjaar met zomerse temperaturen. En dat deed mij goed. Jij weet ook dat ik echt wel van de Zuid-Europese temperaturen ben. Ja, zeker. Dus dat was denk ik een geluk bij een ongeluk. Ik vaar daar wel bij. Die tijd die ik gebruikte door veel buiten te zijn, ook te zitten, boeken te lezen. Gewoon, dan doe je eigenlijk niet niks, want dan ben je toch je geest weer aan het verrijken, zou je kunnen zeggen. Maar die tijd, die liet ik... In die tijd liet ik vooral zeg maar, mijn gedachten gaan. Ja, ik maakte me zorgen. Ja, moest ik aan mijn reserves gaan komen? Waren er instanties waar ik kon aankloppen? Nou, toen kwam de TOZO-regeling. Daar kon ik eenmalig gebruik van maken. Hiepe de pipoera. En verder dacht ik, ik ben op mezelf mezelf teruggeworpen. Op mezelf aangewezen. Hoe ga ik met de toekomst om? Wat gebeurt er als die mooie wereld van de culturele werkzaamheden en het werken met mensen niet meer los gaat komen? Of dat het nog heel lang duurt? Of dat het misschien loskomt, maar in andere vormen? Wat moet ik daarmee? En toen dacht ik, oké, dan kan ik niet alleen op dat mooie renpaard wedden. Maar misschien moet ik mijn scopes verbreden. En dat deed ik door buiten te zijn. Dus letterlijk hè, de wereld om me heen te ervaren. En niet alleen dat pad te kijken, maar eens een keer rechtsaf te slaan. En joh, wat is er nog meer? Juist. Toen heb ik die optelsom gemaakt. Dacht ik, oké, onderwijs. Meer dan 20 jaar cultureel ondernemer. Regisseur, schrijver. Ik ben ook regisseur van mijn eigen leven. Ik kan het script van mijn leven kan ik ook eens vorm gaan geven. Het scenario is veranderd, maar het script daaromtrent kan ik wel gaan schrijven. Onderwijs. Nou, begeleiden van mensen. Hoe deed ik dat ook alweer altijd? Oh ja, ik was heel open en ik stond echt altijd open voor mensen. Ik gaf ook wel duidelijk mijn grenzen aan. Hé, dat lijkt ook op regisseren, weet je wel? Want je hebt een doel, je hebt een stip op de horizon. Daar moet je met je productie naartoe. Dat moet het uiteindelijk zijn. Bij voorkeur applauswaardig. Vooral ook om daar zelf van te genieten. Hè? Want ja, goed, dat mag ook. Niks mis mee. Maar om iets moois neer te zetten met mensen. Om die mensen zich verder te laten ontplooien. Een acteur het beste uit zichzelf te laten halen. Misschien ook wel een nieuwe element in zichzelf te laten herkennen. En toen dacht ik, ja, waar ben ik dan? Wie ben ik? Nou, dan liet ik de vijf wezens van het theater op los. Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik, wanneer en waarom. Dat inkleuren is dat toch? En precies, en die ben ik gaan inkleuren. Wie ben ik? Dacht ik, oké, ik ben een lichtgrijzende vijftiger, ambitieus nog steeds, ontzettend gepassioneerd, heel gedreven. Ik hou van de zon, ik kan goed met mensen, communicatief vaardig. Oké, dat is een mooie optelsom. Dus wie, wat, hè? Ja, mijn professie, regisseur, tekstschrijver, leraar geweest. God, eigenlijk is mijn wijze van regisseren ook wel geënt op een groot stuk coaching van mensen. Mensen tools geven, de juiste vragen geven waar ze zelf iets mee kunnen, waar ze hun rol mee kunnen invullen. Heel erg openstaan ook voor de impulsen van de spelers. Ik vind dat prachtig. Een regisseur die vindt dat hij het echt voor het zeggen heeft en dat het zo moet zijn, die creëert geen waarachtigheid, denk ik. Denk ik. Ja, voorzichtig zijn. Ja. Maar daar geloof ik wel in. Als je echt open staat, dan heb je meteen al, ook op de repetitievloer, heb je dialoog. Juist. Ben je het altijd eens? Nee. Botst het? Ja. Prachtig. Hè? Waar wrijvingen is, daar geeft glans. Nou, dus de optelsom gemaakt, dacht, oké, dat is voor een groot gedeelte geënt op coachen, mensen begeleiden, het beste uit zichzelf te laten halen. Dat hoef ik niet te doen. Het enige wat ik kan doen is ze de spiegel voorhouden. Ja.
En in regisseren lukte me dat altijd. Toen dacht ik, maar is nou eigenlijk... Is het niet zo dat ik nu mijn eigen leven aan het regisseren ben? Ik ben een nieuw script aan het schrijven. Ik ben in staat om altijd spelers te begeleiden naar beter. Of naar goed. Goed is soms ook goed, hè? Het hoeft niet altijd beter. Goed is ook soms goed. Ik dacht, ja, maar dan... Oké, coachen, ja, dat zou me wel passen. Dus als ik spelers in een waarachtige rol kan krijgen... waarom kan ik waarachtige mensen niet nog waarachtiger bij zichzelf laten zijn? Hè? Zoeken naar wat ze werkelijk willen. Nou, dat vulde ik dus in. Wie, wat, waar, wanneer. Ik dacht, oké, wat ben ik dan? Nou, dan ben ik misschien wel iemand met een aanvullende professie als coach. Oké, wanneer wil ik dat doen? Ja, dan moet ik eens even kijken. Voorlopig blijft de wereld op slot. Wat moet ervoor gebeuren? Kon ik er wat nog een keer invullen? Toen ben ik naar opleiding gaan zoeken. Ik dacht, nou, dan wil ik ook wel gedegen, weet je wel, echt ook een goede bagage hebben. En ik kan mezelf best een coach vinden, daar heb je hem. Maar ik heb het gevoel, het idee, dat ik ook nog veel kan leren. In gespreksmodellen, in nou, noem maar op. En toen dacht ik, oké, wanneer? Nu? Dacht, ja, dan moet ik gewoon gaan shoppen, dan moet ik gewoon gaan kijken. Dus ik swipte door de iPad en achter de computer en ik ging op zoek naar opleidingen. Was aan het grasduinen en uiteindelijk kwam daar een opleiding uit. En inmiddels was het zomer en ik kon in het najaar gaan beginnen met mijn opleiding. Hartstikke fijn. Veel geleerd nu ik daarop terugkijk. Afgerond inmiddels. Ik ben in afwachting van mijn laatste ingeleverde opdrachten en ben bezig met mijn officiële keurmerk, een accreditatie. Nou, prima, dat vind ik ook leuk om te doen. Heel veel schrijfwerk. Gelukkig ben ik schrijver. En krijg het met een redelijke snelheid op papier. Nou, dat is fijn. En nu mag ik me dus officieel coach noemen. En voor mij is het een soort van... Ja, dit is eigenlijk wel compleet. Zo nu. Voor dit moment. Hè. Ik zal niet zeggen mijn leven lang. Want dat weet ik niet. Ik hoop dat ik nog veel leer en nog veel ontmoet. En... Dus ik dacht, oké, dit is compleet. Dus mijn professie van leerkracht, waarin ik ook eigenlijk altijd coach was. En mensen begeleiden. En het beste uit die kinderen liet halen. Ze zelf liet ontdekken, exploreren, de vrijheid gaf om de veilige vrijheid gaf om ze daarin te begeleiden. Jaren regisseren, creatieve concepten geschreven, bedacht, meegedacht in lichtplannen, creativiteit, een groot goed ook, denk ik, binnen het coachingsvak. Ik geloof ook echt dat ik anders ben dan anderen, zijn we allemaal. We zijn allemaal anders, we hebben parallellen, maar we zijn ook allemaal onszelf. En ik ben, geloof ik, echt in... Nou, geloof ik, dat weet ik zeker. In staat om mensen mee te nemen vanuit een soort van vakantiegevoel. Een soort van mooie ontdekkingsreis in jezelf. Ik zeg ook wel eens, het is archeologie in jezelf. Ga maar eens op zoek naar... De resten, de bouwstenen. Prachtig om te zien, te ontdekken. Waarbij je ook komt bij de keuzes die je gemaakt hebt. En moet je het eens een keer bijstellen. Weet je, dat. Het klinkt misschien een beetje te wollig of te romantisch. Je gaat gewoon terug in de tijd. Wat heb ik gedaan? Waarom heb ik het gedaan? Precies. Dan kan je ook die 5 W's weer op loslaten. En de laatste vraag, waarom? Weet je, waarom is nodig wat ik nu ga doen? Wie ben ik? Wat ben ik? Waar ben ik? Oh, in ons mooie os. En van daaruit kan je heel de wereld weer exploreren. De wereld is om ons heen. Altijd. Ik zeg wel eens, het uitzicht in een ei is overal hetzelfde. Maar als je eruit breekt, dan opent dat nieuwe horizonten. Ja, ja. Dus ja, die stip van coach worden, die zette ik aan de horizon. En waarom? Omdat ik ook het gevoel had dat ik iets moest. Er moest een verbreding komen van mijn scope. En wachten kan ik niet. Daar ben ik ook geen ondernemer voor geworden. Dus het is ook weer opnieuw plannen smeden. Lees weer, je eigen script maken. En de stappen zetten. En dat heb ik gedaan. Ja, dat is... Ik denk dat veel energie vraagt. Mm-hmm. Dat sowieso. En het nadeel is... ik denk dat ik dan ook voor meerdere spreek is... Die zekerheid. Kijk, het is natuurlijk ondernemen... het geeft... niet een bepaalde zekerheid, want het is eigenlijk continu een risico wat je neemt. En ja, dat kan soms lastig zijn. Want ik neem aan dat jij vaak ook hebt doorgegeven, joh, neem nou een baan, bij wijze van. Oké. Ja,
En dan toch niet gekozen. Nee. En ik niet om nou te vragen waarom niet. Want ja, nou ja. Dat nee, de laatste vraag, hè, waarom wel? Ja, nou ja, ik denk, dat kan je eigenlijk al bijna invullen. Je hebt het gedaan, je wil het niet. Het is te beperkt, je wil meer. Om het zo even breed te pakken. Maar wat nou, wat dan wel interessant is, stel, uiteindelijk die pandemie is voorbij. Mm-hmm. En laat zeggen, het coachen loopt. Je kan er brood van verdienen. Stel, theater wordt er opgetrommeld. Je doet het een beetje allebei. Kortom, het staat. Mm-hmm. En er gebeurt weer iets. Een derde wereldoorlog, een nieuwe pandemie. Wat dan? Laten we er maar niet van uitgaan, maar het kan. Het kan. Oké, laat ik het zo zeggen. Wat is de backup? Stel je zou het weer overnieuw moeten doen. Zou je dan toch weer gaan voor een bepaald coaching? Maar die vraag zou ik terug kunnen stellen. Wat is de backup als er weer een groot mondiaal probleem uitbarst? Er gebeurt iets in deze wereld. Volgens mij hebben wij als mensheid hier iets van kunnen leren. Denk ook wij wel. Denken vanuit ons brein en vanuit de hokjes, hè, met prachtige hok hier, met alle respecten, dat wij heel veel kunnen beheersen, heel veel kunnen regelen. En dat is waar, maar dat is ook maar ten dele waar. Een onzichtbaar virus heeft ons geleerd, hopelijk geleerd, opnieuw geleerd, dat wij misschien niet alles kunnen regelen. Misschien niet alles dat weet ik wel zeker. In de hand kunnen houden. Per slot van rekening zijn we bewoners op een bolletje wat ergens in een grote ruimte hangt, zweeft. Mm. Het drijft misschien wel. Hè? En daar zijn we dan. En wat het mij ook geleerd heeft, is dat ik toch, hoe je het went of keert, maar een rotsvast vertrouwen heb in de toekomst. Juist. Jij zegt, hè, een derde wereldoorlog, laten we het niet hopen. Nee, tuurlijk niet. Maar waar huizen kapotgeschoten worden. Waar mensenlevens geen knip van de neus waard zijn. Waar wat soms oorlogen halen het slechtste in mensen naar boven, zou je kunnen zeggen. Maar zelfs dan blijf je als mens, hopelijk als je geluk hebt, blijf je over tussen de puinhopen. De resten van je bestaan. En wat hou je dan over? Hey, jezelf. En de vraag die daarbij hoort is, wat heb je nodig om jezelf over te houden? Is dat inderdaad de reis naar nog meer, naar een nog groter huis, naar nog meer auto's voor de deur, naar of niet? Voor mij is het zo als, daar zit ook mijn hang naar Zuid-Europa, daar weet jij. Ik zou heel graag willen wonen, werken in Italië. En daar gaat ooit gebeuren. Al is het gedeeltelijk hier, gedeeltelijk daar. En ik ga daar naartoe. Maar de enige die ik meeneem, daar ben ik toch zelf. En vanuit het rotsvast vertrouwen in de toekomst. Ja. En niks nodig hebben. Kom ik wel? Is dat een risico wat je neemt? Ja, moet je daar offers voor brengen? Ja, hopelijk zonder slachtoffers te maken, want zo zit ik niet in elkaar. Maar ja, niets is ook zwart-wit. Ik denk dat er heel veel grijs is. Je zou naar Italië kunnen gaan als, wacht even, maar dan laat hij hier alles vallen en dan is hij weg. Dat is een zwart-witte benadering. Want het zou even goed kunnen dat het een paar maanden per jaar is. Of met regelmaat daar en met regelmaat hier. Hè? Dat misschien begin ik wel met fantastische coachingstrajecten overigens in de stad Rome. Die een geweldige metafoor is voor onszelf als mens. Dus als de wereld weer los is, misschien ben ik een paar weken daar. Hè? Heb daar wat klanten. Kom weer terug. Doe hier mijn ding. Heerlijk, denk ik. Dus om het samen te vatten is, stel het zou weer opnieuw gebeuren. Mm-hmm. Dan zou je eigenlijk terug naar de basis gaan van jezelf. Kijken wat ik wil. Hoe ik dat wil. Mm-hmm. En dat eigenlijk in realiteit maken. Ja, en dat inderdaad. Hè? Het dromen is heel gezond. Hè? Dat is de backup.
Dat is de backup, ja. En ja, wat is de backup? Ja, ik heb nog een spaargeld, dat is ook mijn backup. Maar als ik zie, hè, wat ik investeer in tijd, in geld, en jij had het over energie, hè, dat klopt ook, hè. Je steekt ergens energie in. Voor mij is dat wel een meetinstrument. Als ik ergens energie in steek, waar ik hernieuwde energie voor terugkrijg, dan is het goed. Dan is er een balans volgens mij. En dan ben ik niet te beroerd om ook, stel dat mijn laatste spaargeld is. Maar prima, weet je, maar met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen. Hè? Want ik zal nooit zomaar in het diepe springen. Nee, wel met voorbedachte raden natuurlijk. Ja, nou ja, ja, met voorbedachte raden ook rekening houdend met mijn directe omgeving. Waar jij een zeer wezenlijk onderdeel van uitmaakt. Dus ja, ben je dan risicovermijdend? Dat is een vraag die dan in me opkomt. Nee, maar wel risicoafmetend. Juist. Je doet het wel, maar je hebt erover nagedacht. Natuurlijk. Dat is het principe. Over nagedacht, maar ook over nagevoeld. Ik probeer mijn grootste dromen op mezelf los te laten, die ook uitspreken. Nou, ik heb nu een nieuw businessplan geschreven voor Ecomy. En daar staat inderdaad op een zakelijke manier, staat mijn droom daar gewoon geformuleerd. Tijdens de opleiding hadden wij een oefening, heel leuk, echt een supermooi model om mee te werken. Gebruik bij coaches ook. Een van de grootste ondernemers van de vorige eeuw, hè, Walt Disney, heeft een prachtig model over de dromer en de criticus en de realist. Echt fantastisch, heel goed inzetbaar. Die heb ik op mezelf toegepast. Ik heb een persoonlijke SWOT-analyse, niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor mij persoonlijk gemaakt. Nou, echt rete interessant om dat eens een keer te doen. Je onderwerpt jezelf aan een APK. En het geeft heel inzichtelijk, zeker als je het naleest, maakt het heel inzichtelijk wat je diepste gevoel is. Niet alleen je gedachten en de achterliggende gedachten zijn, maar ook je diepste gevoelens. En ja, dus zeg maar dat contact van ratio en emotie, hè, om dat samen te kneden. Ja, dat maakt toch wel stabiel, kan ik zeggen. Dus ja, zijn er levensvragen? Ja, die zullen er blijven. Maar kan ik hier verder mee? Ja, zeer zeker. Maak ik me zorgen? Natuurlijk maak ik me zorgen. In deze maatschappij hebben wij nou eenmaal pecunia nodig. Een heel mooi woord voor geld. Wat ze ook wel eens het slijk der aarde noemen. Maar dat klinkt dan meteen minder sexy. Maar dat hebben we nou eenmaal nodig om te bestaan in deze maatschappij. Maar of het veel moet zijn, is de vraag. Kun je met minder? Ja, afgelopen jaar heb ik echt mezelf in ieder geval bewezen dat het met minder kan. Omdat de inkomsten gewoon verdampten. Dus ik ben ook aan het nagaan, weet je, ik heb ook navraag gedaan voor mijn opleiding. Zou er subsidie voor zijn? Zou er misschien wel met terugwerkende kracht subsidie voor zijn? Nee, ik start met een nieuwe organisatie, Ecomy. Hier ben ik. Misschien krijg ik wel startersaftrek bij de Belastingdienst. Nee meneer, u moet het allemaal zelf doen. Godzijdank ben ik ondernemer en ondernemend en hou ik mijn twee benen op de grond en ben heel dicht bij mezelf. Bij mijn eigen gedachten en bij mijn eigen gevoel. En dat maakt dat ik gewoon vooruitkijk en een rotsvast vertrouwen heb in de toekomst. En een droom. Italië is mijn droom. Il mio sogno. Maar een van de mooiste dromen. Quattro formaggi. Ja. Nou, dan, ja, ik denk dat dat goed is verwoord. In ieder geval hoe je dat zelf omschrijft en hoe je daarbij kan helpen met anderen. En ik denk dat dat ook een goede afsluiter is. Om te laten zien van, joh, stel je merkt iets, je hebt iets of je wil iets. Ga naar die 5 W's. Laat dus de Walt Disney. Bijvoorbeeld, hè, zijn er meerdere modellen, ja. Laat je wil ik begeleiden. En reflecteer gewoon op nou ja, ga als archeoloog jezelf eens ontleden. Ja. En ik denk dat een hele goede afsluiter is om te laten zien van, joh, inderdaad, je valt nou misschien wel in het diepe. Tenminste, dat voelt zo. Mm-hmm. Maar er zijn genoeg middelen om door het diepe heen te vallen met een parachute. Of met, nou ja, om het zomaar als een trampolines, waar je weer kunt springen. Zachte matrassen waar je een half uur in kunt blijven liggen. Precies. En ik denk dat een mooie afsluiting is in ieder geval.
Dus ik bij deze wil ik jou heel erg bedanken. Heel graag gedaan. En bewondering voor jullie. Hè? Want ook voor jullie is het niet makkelijk. En toch ja, zitten jullie met z'n vieren hier. Hè? Prachtige Vibe headquarters. Met anderhalve meter afstand uit elkaar. Op anderhalve meter afstand, ja, uiteraard. Ook dat doen jullie goed. En bewondering. En doe het maar, weet je. Maar ja, ook voor jullie, blijf bij jezelf. En bij de waarde ook van... jullie vriendschappelijke contact, jullie, het kwartet wat jullie zijn, is echt super. Ja, super bedankt. Dat, heel graag. Dat doet ons denk ik wel goed. Heel graag. Dus ja, wederom bedankt. En dan, nou ja, dan veel succes in ieder geval verder met Ecomy. Dankjewel. En jij met Vibe, zoon. Nee. En trots. Zullen wij wederzijds trots uitspreken? Ja, is goed. Ik ben trots op jou. Ja, ik ben ook trots op jou. Ja. Maar goed, dat was-ie.